Pieter Proficiat, wat een match. Ja, inderdaad. Ik denk dat we als ploeg heel tevreden zijn met deze overwinning. We hadden nooit op voorhand kunnen hopen dat we hier vandaag tegen Gent punten zouden pakken. En dan ook nog 3, dat is super. Ja, je kon precies zelf ook niet goed geloven. Hè? Je zei van, wat gebeurt er hier na de tweede goal? Ja, inderdaad. Ik had zelf ook de eerste keer voor mij dat ik er 2 maak op 1 wedstrijd in eerste klasse dan. En dan ja, in zo'n belangrijke match wel voor ons. Want ja, het is toch belangrijk om punten te halen voor ons. Dus ja, was even ongelooflijk. Het harde werk wordt eindelijk beloond. Ja, inderdaad. Ik zeg net ook al tegen de rest. Van, ik denk dat we in het begin van het seizoen ook onze punten verdienden eigenlijk. Maar dan kregen we ze net niet. En ik denk nu dat de laatste weken dat er eindelijk uitkomt. Het goede voetbal is misschien iets minder. Maar ik denk dat we wel gegroepeerd goed staan. En dat is moeilijk voor tegenstanders om tegen te spelen. En dat toont zich ook. Ja. En dat bevordert natuurlijk ook de sfeer in de groep. Ja, inderdaad. Ja. We zijn een groep met redelijk jonge gasten. En dan kan zo'n overwinning een paar overwinningen achter elkaar de groep zeer goed beïnvloeden. Ja. Ja, dus nu meteen een kerstfeestje? Goh ja, vandaag gaat er even een klein feestje komen, denk ik. Maar ja, het is natuurlijk al dinsdag opnieuw wedstrijd, dus dan moeten we toch even slim zijn.